Welkom bij onze tweede webinar van Het is van hier. Het is van hier is een initiatief van HVRK met een aantal studentenondernemers om expertise die aanwezig is binnen HVRK te delen met handelaars, lokale handelaars in de buurt van Kortrijk. Vandaag hebben we het over e-commerce. Eerst gaat Jotte vertellen over hoe plannen te maken om online commerce te gaan doen. En Stijn van CCV gaat iets meer vertellen over betalingsmechanismes en hoe gemakkelijk online betalingen mogelijk te maken. Q&A zal helemaal op het einde van de webinar zijn voor de twee sessies. Jotte, the floor is yours. Ga je gang. Dank u wel. Super. Dus vandaag gaan we het hebben over e-commerce. Ik ga mezelf heel kort inleiden, niet te lang, want wij zijn hier niet om naar persoonlijk gezeven te luisteren. Ik ben Jotte Marisse, 20 jaar. Ik ben tweede jaar student aan de KU Leuven hier in Kortrijk, waar ik handelsingenieur studeer in de beleidsinformatica. Ik ben eind vorig jaar begonnen met mijn eerste start-up YT Clothing. Dat heb ik duurzame t-shirts gaan produceren uit motivatie om de mode-industrie, de textielindustrie wat beter te maken. En ik ben recent gestart ook met YT Design. YT Design is een design agency die uitsluitend met studenten werkt en gericht is op graphic design, website design, van website tot webshop en alle andere design diensten. Nu, dat is handig, want ik heb zowel ervaring of inzicht langs twee werelden. Enerzijds als designer en als front-end webdeveloper. En anderzijds als effectief lokale handelaar. De plannen waren met YD Clothing eigenlijk ook fysiek te gaan verkopen in maart. Maar die zijn in het water gevallen gezien de omstandigheden. Dus nu nog steeds verkoopt mijn kledingmerk ontsluitend online via onze webshop. En die werelden probeer ik eigenlijk te combineren nu in concrete tips en advies in deze webinar. Nu, dat staat er op de agenda. Na mijn intro ga ik het even hebben over vissen. En wat dat precies is, zit gedaan. En dan gaan we kijken naar een leuk voorbeeld van een klein bedrijfje in Amerika. En uiteindelijk ga ik afsluiten met concrete tips en tricks. Want dat is wat jullie daarvoor gekomen. Om eigenlijk op maat van lokale handelaar echt effectief bruikbaar advies mee te geven. Numbers don't lie, but liars use numbers. In de blogbericht rond deze webinar op onze website YT Design zullen al mijn bronnen en cijfers die ik nu vermeld nog eens uitgelegd staan. Het is namelijk belangrijk dat jullie mij niet zomaar op mijn woord geloven, maar effectief eens gaan fact-checken. Want ik gebruik zeer graag cijfers. En al is het om in de grote mensenwereld als jonge schotneus van 20 jaar wat geloofwaardiger over te komen. En die ga ik nu ook in deze webinar met veel plezier gebruiken. Nu dat e-commerce in de lift zit, hoef ik jullie waarschijnlijk niet meer te vertellen. We zagen een stijging vorig jaar met 15%, goed voor 6,44% van de totale omzet in de Belgische handel. En maar is 7 op 10 Belgen kocht vorig jaar iets online. Nu zijn dat enkel jonge mensen? Zeker niet. In 2013, dat is al even geleden, had 55% van alle 60-plussers al online een aankoop gedaan. Dat is zeer veel. Hè. Dus ik denk zeker niet dat e-commerce of online winkelen iets typerend is voor jonge gasten of voor mijn generatie. Zeker nu, na de coronacrisis, gaat dat echt iets zijn dat iedereen jong tot oud bedreven is. En nu, dan is het toch terug om te zien dat volgens Finizo in 2018 slechts 3 op de 10 handelaars 30% omgerekend is uit Vlaanderen en de Brusselse voorstedelijk gewest online verkopen. En ook meer lokaal gezien, uit een onderzoek door Stad Kortrijk enkele weken geleden, hebben zij 1116 lokale handelaars bevraagd, waarvan 204 handelaars antwoord gaven op de vraag of zij online verkochten. En slechts 38% had een volwaardige webshop met winkelmandje en betalingsmodule met de nodige leveringsmodaliteit. Dat is echt niet veel, 38%. En de rest verkoopt nu helemaal niet online of op andere manieren, zoals uitsluitend op social media. Dat is een gemiste kans. Dat is heel jammer, zeker nu. Vanuit onderzoek van Comails bleek dat deze gemiste kans goed was voor 8300 gemiste jobs in 2018.
omgerekend 2,4 miljard euro aan gemiste omzet in onze Belgische economie helpt dat echt rechtstreeks naar grotere e-commerce bedrijven uit het buitenland gaat. Het is dus belangrijk om goed om te schakelen en echt om doordacht online te gaan verkopen nu. En niet gewoon tijdelijk oplossingen te gaan zoeken. Hoe moeilijk dat ook klinkt, wees niet bang om echt een goede digitale strategie te gaan uitwerken. En vraag rustig eens na bij lokale freelancers die nu ook wel echt heel wat tijd hebben om aan jullie online zichtbaarheid te gaan werken of aan andere designbureaus. Dit is dat ik hier uitsluitend white design in de verf zet. Daar werken jullie graag op een betaalbare manier of met jonge gasten, studenten zoals mezelf. Aarzel dan niet om eens te kijken wat wij allemaal gedaan hebben. Nu, Fish Where the Fish Are. Dat zegt Google in een van mijn favoriete studies. Het is niet de bedoeling om een bepaalde manieren van denken te gaan implementeren. Bijvoorbeeld, er zijn heel wat lokale handelaars nu die zeggen nee, ik verkoop bewust niet online. Want online, oh, dat is de wereld van Amazon, Zalando, bol.com, daar doe ik niet aan mee. Ik wil mijn klanten een goede service geven. En ik verkoop uitsluitend fysiek in mijn winkeltje. Of omgekeerd, er zijn kleine zaken die online gaan en meteen willen de concurrentie aangaan met die grote, gigantische e-commerce platforms of webshops die er nu zijn. En dat is zeker niet de bedoeling. Probeer niet te vetten in een gebied vol met haaien, zegt Google dan. Om de metafoor levend te houden. Wat ik wil zeggen hiermee is, speel in op lokale communities. Want waar dat heel vaak de grote giganten zoals een Zalando, zoals een Amazon of een andere gigantische bedrijven mee struggelen nu, is eigenlijk het bereiken van lokale communities. Iets dat jij als lokale handelaar wel veel beter en veel efficiënter kan. Echt die pijl is vooral in de eerste instantie naar je doelgroep, in tweede instantie naar de lokale community, naar de mensen in jouw omgeving. En probeer niet meteen de concurrentie te aangaan met alle grote webshops. Of probeer niet te implementeren of te kopiëren wat zij aan het doen zijn nu. En dat gaat zorgen voor heel wat verloren geld en verloren moeite. Experimenteer gerust om die lokale community te bereiken. Met advertenties zijn op Facebook, Google of op een webshop. Bepaalde manieren te gaan uitproberen. Zolang dat betaalbaar is en kleinschalig is, kun je het altijd gaan bijsturen. En dat is dat geen probleem. En dat is dus wat ik echt wel aanraad aan heel wat mensen. Ja, dat is belangrijk. 50% van de consumenten is het kans groter als ze naar je winkel gaan na een online succesvolle zoekopdracht. Voor succesvol is daar belangrijk bij. Vorige week hebben we al gepraat over hoe je makkelijk online vindbaar kan zijn. Het zijn in marketing, het zijn in SEO en Google. Sterker zelfs bijna 1 of 5 van de consumenten zal na een succesvolle zoekopdracht je winkel bezoeken na 1 dag. Fysiek winkel bezoeken moet je daar niet. Dat zijn cijfers uit de Verenigde Staten, uit Amerika, niet tegen het aantal die wel actueel zijn, nu ook. Langs alle kanten wordt opgeroepen om lokaal te kopen. Vandaar is het dus van hier ook opgestart, om eigenlijk die manier om lokaal te kopen zo makkelijk mogelijk te maken voor zowel consumenten enerzijds, als ook lokale handelaars anderzijds, om je te informeren met webinars zoals deze. Het is dus belangrijk dat jij als lokale zaak goed vindbaar bent voor je lokaal publiek. Die online goede zichtbaarheid en online digitaal en sterk digitaal in je schoenen staan, en is het zeker belangrijk. Nog belangrijker daarbij is dat die webshop goed in elkaar zit. Geloof het of geloof het niet, maar de doorsnee online consument is enorm lui geworden. De overvloed aan informatie die op het internet staat, zorgt ervoor dat wij niet anders doen dan continu scrollen en continu alles snel willen lezen. Het is dan belangrijk dat je een goede afweging maakt in je webshop of website tussen enerzijds gebruiksgemak. Kan de klant voldoende vlot en efficiënt de producten dat jij koopt vinden? En anderzijds is die site ook wel mooi in design en mooi origineel qua layout. En dat is waar webdesign echt belangrijk in wordt. Dat is ook de reden waarom het verstandig is toch nog altijd om dit soort zaken te gaan uitbesteden als je daar zelf niet veel kennis van hebt. Nu. Enkele bedrijven doen dat natuurlijk ook al. Die als lokale handelaar online gaan, die zien het de voordelen daarvan in. Ik gebruik daar een kort voorbeeld van uit Amerika. Big Lessons from Small Businesses noemt dat. Dat is de studie ook van Google. Misschien ook toepasbaar op deze webinar. Uiteindelijk zijn jullie wel aan het luisteren naar maar een 20-jarige student met een kleine start-up over hoe e-commerce in elkaar zit. Dus ik denk dat als Google nederig genoeg is om eigenlijk
kleine bedrijfjes onder de loep te gaan nemen. Dat wel altijd handig is om bij te leren waar je op kan. Het zijn op webinars, het zijn van studenten, het zijn van professionals of experts. Nu gaat het hebben over Alicia kort. Alicia is de eigenaar van een klassieke brick-and-mortar store in Amerika, in de Ozark Mountains. En zij is eigenlijk, zij verkoopt traditioneel speelgoed en snoep, als ik het goed heb. En zij is eigenlijk haar verkoop in 1 jaar tijd zien verdubbelen. Verdubbelen in 1 jaar tijd. Door eigenlijk een goede webshop te gaan uitbouwen en daarbij goed in te zetten op Google advertenties. Hierbij 90% van haar marketingbudget rechtstreeks naar deze advertenties. Wat kunnen we daaruit leren? Uit Alicia haar verhaal en hoe haar bedrijf getransformeerd is, meer erover kunt ook online lezen, is dat zij eigenlijk de fysieke winkelervaring ook online zo authentiek mogelijk wil geven. Op die manier gaf ze wat extra snoep bij voor de kinderen, of voor jong en oud eigenlijk, die online kocht op haar winkel. Altijd een persoonlijk briefje ook daarbij zat. En dat zijn wel echt concrete tips dat wij kunnen meenemen, ook voor onze lokale handelaars. Dat brengt ons altijd tot enkele concrete tips en tips. Velen onder jullie kennen al de termen B2B en B2C. Maar er staat ook iets als offline to online commerce, O2O, of physical to online commerce, B2O. Dat zijn eigenlijk marketingtechnieken die erop gefocust zijn om eigenlijk een goede integratie te hebben van je online kanalen naar je fysieke kanalen. En dat is wel iets dat heel belangrijk is, dat ik zeker wil meegeven, is dat online of fysiek verkopen geen of verhaal is. Zoals ik eerder al zei, mocht je echt niet denken van oké, ik ga bewust offline blijven en fysiek verkopen, want dat is wat mijn klanten willen, of zo bied ik een betere service aan. Dat kan zijn dat uw product een bepaalde uitleg nodig heeft of uw zaak nodig acht om echt mensen face-to-face te gaan informeren en te gaan overtuigen. Maar dan toch is altijd het online manier van business doen, het online manier van verkopen, handig voor uw zaak. Al is het maar om gewoon mensen naar de winkel te lokken, kan dat een heel goede strategie zijn. Dus het is zeer belangrijk dat uiteraard fysiek winkelen belangrijk blijft. Ik ben eigenlijk de continu e-commerce aan het promoten, maar natuurlijk fysiek winkelen en fysieke handelaars en lokale handelaars zijn ook zeer belangrijk hier in Kortrijk en in omstreken eigenlijk. Maar wees niet te koppig om enkel fysiek te willen verkopen. Zeker nu niet. Ik denk dat dat pijnlijk duidelijk is voor heel wat handelaars. Denk goed na over die online strategie en hoe jij eigenlijk physical, online to physical gaat verkopen. Hoe jij je online klanten eigenlijk gaat lokken naar je winkel. En op die manier een betere service gaan aanbieden naar je klanten toe. Tijd voor echte concrete tips en tricks. Implementeer dus die echt fysieke ervaring in jouw online winkel. En concreet, hoe je dat concreet doen, bijvoorbeeld is een messengerknop. Dat zit nu rechts onderaan op de slide. Dat is eigenlijk een plugin dat je op je website of je webshop zet vanuit Facebook Messenger. En op die manier kunnen klanten eigenlijk heel makkelijk in interactie gaan met u, die op je Facebook die berichten ontvangt. Op die manier kunnen klanten heel makkelijk vragen stellen over onder andere maten. Wat ik zelf gemerkt heb de laatste weken, is dat heel wat online winkelaars niet zeker zijn bij het shoppen over de maat. Wat ook logisch is. Op die manier is het echt heel makkelijk om zo direct te gaan chatten met je klanten, om ze persoonlijk advies te geven eigenlijk over dingen als maten, modellen enzovoort. Dus opnieuw het argument van ik wil mijn klanten echt een persoonlijke service geven, fysiek, dat kan online ook, onder andere door deze messengerknop. Nu, natuurlijk kun je daar ook een chatfunctie van maken, want dit gaat weer met chatbots en automatische vragen en heel wat ingewikkelde structuren. Vandaag de dag heeft iedereen Facebook. En dat is iets dat zeer makkelijk is om eigenlijk zo echt op een lage afstand te gaan communiceren met je klanten. Want je kunt zeggen, oké, ze kunnen ook een mail sturen of onze size charts die staan online. Maar dat is vaak al een brug te ver. Ik bedoel, die borst niet luie consument in het digitale tijdsperk. Nu, er is wel nog altijd de voordelen dat je hebt met online winkelen, met online winkel uitbouwen. Zo kan je echt interactie te gaan creëren met je klanten. Een leuk voorbeeld zelf daarbij is een Rad van Fortuin gaan implementeren op je website. Geloof mij, de marketingstrategie van het e-mail marketing is echt nog niet dood. Dat is super handig als je nieuwe collecties of nieuws wil uitsturen naar je klanten toe. Via MailChimp zie je gewoon effectief ook de conversie daarvan. Zonder in de marketing details te treden, zijn er wel heel veel mensen die online surfen en niet geneigd zijn om vrijwillig tegen te schrijven op nieuwsbrief voor die andere gevallen waarbij dat bedrijven continu bij iedere dag spam gaan sturen.
De manier om dat op te lossen is eigenlijk om een Rad van Fortuin te gaan integreren op uw website. Mensen geven hun e-mailadres in, gaan akkoord met je voorwaarden en spinnen aan het Rad van Fortuin en kunnen eigenlijk op die manier leuke kortingen of producten gaan winnen. En dat is zeer leuk voor zowel de klant, want die wint een korting of een product. In het slechtste geval wint hij niks, maar we hebben eigenlijk maar een e-mailadres moeten achterlaten. En voor u als handelaar heeft hij heel wat extra e-mailadressen bij en een leukere manier om de klanten te gaan aantrekken op uw webshop. Laatste zijn ook cookies. Dat is wat je direct ziet, cookies, als je op websites en webshops surft, dankzij de GDPR. Dat is iets zeer goed. Maar wat ik wil meegeven aan handelaars op een webshop is vertel ook waarom je die cookies gebruikt. Het is makkelijk en de meeste mensen klikken dat direct weg. Maar er zijn ook heel veel mensen die dan aandacht gaan besteden aan hun privacy. En die vinden het leuk om te zien hoe dat jij daarmee omgaat met hun privacy en hun data. Sowieso moet je nu volgens de Europese wetgeving ook gaan indelen waarom je die cookies gebruikt. Onder andere functionele marketing of iets anders. Maar ik denk ook wat klanten het leuk vinden als je zegt, kijk, wij gebruiken nu eenmaal die cookie om bij te houden wat u in je winkelkar zit en om zo betere producten aan te bieden bij de gerelateerde producten. En dat iedere klant wel makkelijk vindt als zij zo'n persoonlijke winkelervaring hebben op uw website. Dus verklaar die cookies en dan geef echt een duidelijk beleid mee waarom jij en welke cookies jij gebruikt om de ervaring zo goed mogelijk te houden. Dat zijn allemaal zaken die relatief simpel kunnen geïmplementeerd worden op uw website. Spreek daar eens over met uw webdesigner, met het bureau dat je mee samenwerkt, of stuur eens een mail of een berichtje naar ons en we dan kijken hoe dat wij dat op uw site makkelijk kunnen implementeren. Wees eerlijk en transparant in uw communicatie. Opnieuw wil ik niet te veel uitweiden naar de marketing site ervan, maar heel veel mensen willen nu oprechte content. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Maak dus zeker een blog op je website. Ideale manier om zo echt wel geconnecteerd te blijven met je community en met je volgers. Daar zijn we weer met onze visvijver en vissen. Heel handige manier om gewoon korte, interessante berichten de wereld in te sturen en om eigenlijk zo je klanten up-to-date te houden met alle nieuwtjes wat jij vindt wat interessant zijn voor jouw zaken en voor jouw klanten. Ook een nieuwsbrief. Dus ons gewoon eens vragen, hoe gaat het met jullie? Lukt alles nog? En de dingen die jullie anders willen zien op onze website, is het makkelijker op een of andere manier om jullie te bereiken nu in het einde van corona? Heel wat studies tonen aan dat ze vooral empathie willen nu en als consument tegenover hun handelaars. En als ze vooral oprecht en eerlijke communicatie daar willen. Ik denk ook naar een andere tip, dat is een video als goed voor e-commerce. Er volgt nog een webinar dat uitgebreid over videocontent gaat praten. Dan heb je de typische marketing cijfers van 2% onthoud om te zien, zoveel wat te horen en dan zoveel meer als je ziet en hoort. Helaas, klopt niet. Heb ik opgenomen voor deze webinar en ik wil echt dat die cijfers kloppen, want dat zou mijn punt perfect bewijzen. Dat toont nog maar eens dat we kritisch moeten zijn met de informatie die we zien online, ook dat is e-commerce. Wat ik wel ga geven als voorbeeld is het feit dat mensen dus opnieuw zodanig lui zijn dat ze niet meer tekst willen lezen, maar gewoon korte video's willen zien. Er is een reden waarom dat Facebook de video's nu zo vaak populair zijn, waarom dat Instagram TV heeft geïmplementeerd. 8 miljard views op Facebook door video's per dag. Nog een beter voorbeeld, TikTok. Razend populair, dat zijn gewoon korte video's waar je op een einde op kunt scrollen en eigenlijk niet veel moet nadenken, maar gewoon wat je ziet, wat je get. Korte video's met interessante content die voor jou interessant kunnen zijn. En doe dat als handelaar ook. Toon dat je nu je bestellingen gaat leveren. Toon dat je ze klaarmaakt. Toon dat je van thuis uit werkt. En daar mag dan eens een kind op de achtergrond spelen of een pan vallen door je kat. En zolang dat nu terug oprecht en eerlijk is en gewoon kort genoeg is om interessant te blijven voor je klanten, dat is zeker goed, dat echt iets goed is om eigenlijk e-commerce en je online verkopen een serieuze boost te gaan geven. Als laatste geef ik toch nog eens mee Fit for the Fish Artist. Het hele koop lokaal verhaal is echt iets wat goed is voor ons nu. Probeer niet direct, online betekent niet direct wereldwijd gaan verkopen. Focus je nu op je lokale communities, op je doelgroep. Lukt dat goed, breid dan uit. Want er zit zeker genoeg potentieel in de handelaars en de consumenten in Kortrijk en regio, Vlaanderen, België in het algemeen. Er is daar zeker genoeg potentieel in om nu, zeker nu, draaiende te blijven en goed te kunnen verkopen online. Nu, dat was het ongeveer. Ik heb geen idee, eigenlijk 21 minuten ideaal, hoe lang ik bezig ben geweest.
Als er nog vragen zijn, je kunt je dat op het einde van de webinar altijd stellen. En die antwoord ik graag. Ik geef ook graag al mee aan de lokale handelaars dat wij een actie hebben van YT Design. Dat iedere nieuwe klant die een nieuwe website of webshop nodig heeft, betalingsuitstel krijgen bij ons. Om die manier eigenlijk zonder extra financiële zorgen online te kunnen gaan verkopen in tijden zoals nu, waar dat echt nodig is. Dus eigenlijk neem vlug eens een kijkje op onze website en dan laat ik nu graag het woord aan Stijn van CCV, die wat meer uitleg gaat geven over betalen online. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Als Jotte even zijn duim kan opsteken als jullie mij horen, perfect. Dankjewel ook van mij een zeer goede middag aan alle volgers van het tweede webinar van Tis van Hier. Een heel leuk initiatief van een aantal studentondernemers in samenwerking met HRK om toch de handelaren uit Groot-Kortrijk te bundelen tijdens deze toch wel vreemde periode. Het is ook leuk om te zien dat er een aantal mensen toch ook in de webinar aanwezig zijn. Ik hoop alvast dat jullie allemaal gezond blijven, zodanig dat jullie bij de heropstart voor 100% er terug kunnen invliegen. Op dit moment ben ik zelf enkel onrechtstreeks geïmpacteerd door het coronavirus. Jullie kunnen dat zien aan mijn uiterlijke kenmerken. Ik hoop alvast dat de kappers snel terug open mogen. Ik ga het hebben over een stukje payment. Jullie gaan zien dat de uitdagingen die Jotte al aangaf in zijn presentatie ook wel in lijn liggen met wat CCV België als payment solution provider wil brengen aan de KMO's in 2020. En tijdens de komende 20 minuutjes wil ik jullie graag het belang duiden van een goede betaaloplossing in het algemeen. Een betaalwereld op dit moment die is voortdurend in beweging met allerlei veranderingen. Niet alleen op gebied van techniek, maar ook op gebied van regelgeving en consumentenvoorkeur. Ik ga een voorbeeldje geven. Een zestal jaar geleden was onze jongste dochter 4. En op de kermis probeerden we haar uit te leggen dat de centen waren op en dat we stilletjes aan naar huis wilden vertrekken. En toen antwoordde zij, ja papa, je kan toch gewoon geld uit de muur halen. Twee jaar geleden dan stond ik opnieuw met de jongste dochter met een volle kar zonder portefeuille aan de kassa van de supermarkt. Lize, intussen 8 jaar, die bleef olympisch kalm en zei, ja papa, je kan toch gewoon met je gsm betalen. Zo snel verandert het landschap van de betalingswereld in feite. En CCV maakt gebruik van haar jarenlange ervaring in de betaalbranche om ondernemers en klanten wegwijs te maken in deze ontwikkeling. Door ons contact met ruim 30.000 klanten in België merken we dat de behoeften van onze klanten veranderen. Online transacties, betalen met smartphone, betalen met smartwatch of wearables zijn tegenwoordig alledaags. Wij gaan eigenlijk op zoek voor elke klant naar een betaaloplossing op maat. Eerst en vooral ook om de handelaar te ontzorgen, voor zowel de fysieke als voor de online shop. Dat de handelaar zijn volledige tijd zou kunnen besteden aan zijn klanten. Want het is niet alleen de betaaloplossing voor de handelaar, maar uiteraard ook voor de klant. Ik ga jullie proberen aan de hand van een aantal voorbeelden wat tips mee te geven. Enerzijds vanuit het standpunt van die klant, die makkelijk wil kunnen betalen, maar anderzijds en zeker ook vanuit het standpunt van jullie handelaars, die overzicht willen bewaren tussen de verschillende kanalen waar ze aanwezig zijn. Maar laten we toch beginnen met die klant, want die is voor ons heel belangrijk. Die wil makkelijk betalen, die wil overal kunnen betalen en die wil ook altijd kunnen betalen. En hiervoor ga ik jullie even meenemen naar de Ardennen. Dat mag nu niet, maar elk jaar gaan we met de familie op weekend, tijdens het paasweekend. Vorig jaar, toen dat nog mocht, was het zeer mooi weer. In Poupon was het, een klein dorpje langs de Semois, in de buurt van Bouillon. En we waren met 12 volwassenen, 5 kids,
We hadden telefonisch kajaks gereserveerd om van Poepenhal naar Vragan te varen. Perfect met kinderen te doen. Fantastisch weer, 4 kilometer op het water. En aankomst bij een kinderboerderij, Ferme Pour Enfants. Wij hoopten met een paar jongens van Vergel dat er Omer op de kaart zou staan voor een aperitiefje. En je kon van ver ook een Olavlag zien wapperen. Dus een dessertje voor de kinderen zou er zeker ook bij moeten. En iedereen zat al te verlangen naar zijn drankje bij het plaatsen van de bestelling voor het aperitief. Tot er zich iemand de vraag stelde of je toch wel met de kaart kon betalen. Want we hadden met de laatste cash uit de pot de kajaks al betaald. Ja, de dame die de bestelling overigens zeer vriendelijk had aangenomen, keek alsof dat wij toeristen waren uit een ander land. En die zei gewoon sans gêne aan ons dat we naar Bouillon moesten rijden om geld af te halen. Dat was maar 20 minuutjes rijden. En als dat niet kon, gaf ze ons nog mee als alternatief dat iets verder in de straat nog een brasserie was waar dat ze wel de kaart konden aanvaarden. Nu, wij hebben nog geprobeerd om met onze bankapp te mogen betalen of een online overschrijving te maken, maar dat was helaas niet mogelijk. Met als resultaat dat die ondernemer 17 aperitieven, 17 middagmalen en nog wat desserts heeft laten liggen, omdat je niet met de kaart kon betalen. Ondanks dat zij dan wel vindbaar waren op Google en op een Facebookpagina, is die ondernemer er niet in geslaagd om zijn klanten te converteren. En ja, de brasserie een beetje verder op in de straat, die had geen website en geen Facebookpagina, maar wel een betaalterminal en 17 tevreden klanten extra. En eigenlijk zouden we nog eens kunnen terugkeren naar die kajaks, want als we die online hadden kunnen reserveren en betalen, hadden we misschien ons cashgeld nog kunnen inzetten voor een aperitief. Dus de klant die wel makkelijk kunnen betalen, maar dan moet de handelaar natuurlijk ook de mogelijkheid bieden om dat te faciliteren. Nu, voor dit stukje biedt CCV betaalterminals aan. Wij zijn niet enkel de leverancier van de bakjes, maar ook de verwerker van de transactie die erachter zit. Vandaag hebben wij in België dan zowat 40.000 actieve betaalterminals staan. Dat zijn vaste of mobiele toestellen die afhankelijk van de software van de kassa ook gekoppeld kunnen worden aan de kassa. De keuze van het type toestel ligt vaak bij het aantal kaartbetalingen dat daarop gebeurt. Horecazaken die bijvoorbeeld heel veel transacties met de kaart krijgen, kiezen vaak voor een mobiele terminal of een gekoppelde terminal. Wie dan maar sporadisch kaartbetalingen ontvangt, kan al voor €100 een betaalterminal aan zijn gsm koppelen of kiezen voor een gratis tap-and-go app, een zeer eenvoudige app die een QR-code genereert, die de klant met zijn smartphone kan scannen met de bankapp of de PayConnect by Bankoet. Handig ook voor wie dat zijn winkel af en toe eens mee wil nemen op verplaatsing. Het is onze taak om ons best te doen om de kosten van een betaalterminal voor die handelaar zo duidelijk mogelijk te maken, want dat is niet overal en niet altijd even duidelijk. Bij CCV betaal je geen abonnementskosten, maar enkel geslaagde transacties. Handelaren worden bruto uitbetaald. Dat betekent dat als een klant voor €10 koopt, dat de handelaar ook €10 op zijn bankrekening krijgt. Niet iedereen doet dit, maar het is wel makkelijker omdat het eenvoudiger is om terug te koppelen naar de boekhouding. En ook makkelijk omdat je de transactiekosten als kost kan gaan inboeken. Voor bankcontacttransacties kleiner dan €5 betaal je niks bij CCV. En de transactiekost wordt eigenlijk elke maand berekend aan de hand van het aantal transacties. Op onze betaalterminals kunnen alle betaalmethodes geactiveerd worden. Ze zijn ook allemaal uitgerust met het contactloos NFC-readertje. Je kan ook EcoChecks, MultiChecks, AutoPay, noem maar op, activeren op je betaalterminal. Ik kan jullie ook meegeven dat wij ook PayConnect kunnen aanvaarden op de betaalterminal. Klanten zullen steeds meer kunnen kiezen om op de terminal een QR-code te laten zien om dan met je app te betalen. En bij CCV kan je aan de hand van je wensen ook kiezen voor een bepaald type servicecontract afhankelijk van het type interventie je wenst en de snelheid ervan. Maar als we even terugkeren naar de online kant van het stukje. Dan kom ik ietsje dichterbij met een recent voorbeeld van hoe je een klant als handelaar kan helpen om te betalen. En je kan zien op deze slide, ik haalde die uit het Belgian e-commerce rapport,
Dat is een studie van 2018. Hier kan je een overzicht zien van de methodes die wij Belgen het liefst gebruiken om online aankopen te betalen. En we kunnen zien dat 68% van de Belgen in 2018 bankcontact verkoos als betaalmethode. Dat is natuurlijk goed om te weten en ook zeer handig, omdat het meestal met de app kan. Zowel de bankcontact Payconic app of de meeste bankapps bieden ook het scannen van de bankcontact QR aan. En zonder dat je telkens je gegevens moet invullen of het gekende bakje van de bank nodig hebt. Nu, vorige week shopte mijn echtgenote wat kleedjes in een Kortrijkse winkel die heel recent een webshop heeft opgestart. Maar betalen met bankcontact was niet mogelijk op de checkout page, waardoor dat we eigenlijk alsnog uit de zetel moesten om het bakje van de bank te halen en de kaart uit te halen om te kunnen betalen. Jotte had het ook aangegeven dat hedendaagse online shoppers heel blij zijn. Er zijn ook effectief heel veel mensen die hier af zouden haken en het winkelmandje zouden laten voor wat het is. Maar dan is het als belang, dan is het als handelaar ook heel goed om te weten hoe dat die klant wel bediend wordt. En wij gaan met CCVO maximaal onze best doen om die klanten te informeren daarover. Over het gedrag van hun klanten, waarom ze kopen op die of op een andere webshop. Jotte gaf het daarnet aan dat meer dan 70% van de Belgen online koopt. Dat is waar. Ik las vorige week trouwens nog een artikel van Wouter Tors van de gekende schoenenwinkels over het feit dat wij ons als Belgen gaan moeten wapenen tegen het geweld van de buitenlandse webshops om toch concurrentieel te kunnen blijven. Belgen kopen immers ook massaal in het buitenland aan. Je kan het zien op deze slide dat de helft van onze bestellingen wordt geplaatst in Nederland en in China. Echt de helft van de bestellingen bij de noorderburen en in het verre China. Vorig jaar hebben wij als Belg voor 8 miljard euro geshopt in het buitenland, dus op buitenlandse webshops. Als je weet dat in totaal in 2019 de online aankopen in België 11,5 miljard euro bedroegen, dan zie je dat er wel degelijk nog potentieel is voor e-commerce in België. En acties zoals winkelgieren dan van Unizo, proberen de mensen echt bewust te maken om lokaal te shoppen. Ook heel leuk dat het is van hier ook de moeite doet om lokale webshops of lokale mogelijkheden toch in de kijker te brengen, om de mensen die te laten vinden. Maar laten we nu ook eens kijken wat dan we kunnen doen als handelaar om die mensen lokaal te laten shoppen. In hetzelfde e-commerce rapport werd er ook gepost naar de drijfveren voor klanten om online te kopen. Je kan zien dat dat heel vaak prijs is. Voor 20% is de prijs echt de hoofdreden om online iets te gaan kopen. Als we die 3% die lage verzendkosten verkiezen, daarbij tellen, komen we op 23%. Dat is heel veel. Hier is voor ons Belgen ook nog wel wat werk aan de winkel. Wij zijn niet de goedkoopste, maar we willen eigenlijk ook niet altijd precies de goedkoopste zijn als KMO, denk ik dan. En we willen uitblinken door meerwaarde te bieden aan onze klant. En we willen dat onze online winkel een verlengstuk is van onze fysieke winkel. Of omgekeerd. En we willen dat onze klanten ambassadeurs worden, dat zij terugkomen bij ons, dat zij reclame maken voor ons. Maar als we die cijfers nu nog van iets dichterbij gaan bekijken, dan kunnen we zien dat het ook vertrouwen en een eerdere positieve ervaring als drijfveren. Als je die samen gaat tellen, dan heb je samen 14% van de klanten die je kan meehebben als je een positieve beleving biedt aan die klanten. Het begint dus eigenlijk allemaal met beleving te bieden. Verrassend genoeg, Jotte gaf het trouwens ook al aan, heel fijn. Er tonen heel veel studies aan dat millennials, dus mensen die geboren tussen 1981 en 1996 is het, en de zogenaamde Generation Z van jongeren geboren tussen 1995 en 2015, wel degelijk graag fysiek shoppen, in de fysieke winkel gaan. Het grootste deel van die ondervragen vraagt dan wel een naadloze ervaring of een geïntegreerde ervaring ongeacht het kanaal waarop ze gaan shoppen. Dus met andere woorden, is de eerste vereiste dat je als handelaar met een fysieke winkel ook online of multichannel bereikbaar moet gaan zijn. En dat kan met social media zijn, dat kan met een website zijn, dat kan ook met een webshop zijn. Ik ben blij dat Jotte aangaf, want ik had die cijfers niet, dat in Kortrijk bleek dat vandaag
minder dan 4 op 10 handelaars ook online aan hun klanten verkopen. Maar als we zien dat al die mensen wel degelijk online kopen, dan is het natuurlijk ook van belang om online kenbaar te kunnen zijn. Nu, CCV heeft in 2014 twee bedrijven overgenomen om aan de opmars van de e-commerce en online payments een antwoord te kunnen bieden. Zo hebben wij sinds 6 jaar onze eigen PSP, online betaalplatform, en ook ons eigen e-commerce platform, de CCV Shop. CCV Shop is een platform dat volledig in de cloud draait. Onze PSP zit geïntegreerd in die shop en geeft de mogelijkheid om orders en betalingen in één dashboard samen te zien. Omdat alle courante betaalmethodes in de checkout ook mogelijk zijn, is het zowel handig voor de klant, die dus met de methode naar keuze kan gaan betalen, als ook voor de handelaar, die zijn webshop zelf kan beheren en voor zowel zijn shop als de betaalmodule maar één aanspreekpunt heeft. Ook hier opnieuw gaan wij met CCV, de handelaar, ons zorgen voor dat stukje. Wij horen vaak bezwaren van de kleinere handelaars die voor de hand liggend zijn, weliswaar in een webshop. Dat kost veel geld, wij kunnen daar niet zo goed weg mee. Als er een update komt, dan moeten we naar de IT'er en die heeft dan de shop gebouwd en die kan dat dan niet meer doen of dergelijke zaken. Maar het voordeel van dit SaaS-platform is dat alle updates automatisch en automatisch voor iedereen zijn. CCV bouwt de webshop steeds vaker zelf ook voor de klant, zodat hij enkel nog zijn producten hoeft up te daten, zoals je etalage ook wel een keer verandert. En de shop heeft ook een uitgebreide appstore, dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld te gaan koppelen met Bpost voor het verzenden van pakketjes. Of om een koppeling te maken met je Facebookpagina of online boekhoudpakketten zoals Yuki, Exact Online, noem maar op. Er zijn koppelingen met Mailchimp en andere apps om je klanten effectief ook te gaan bereiken, om ermee te kunnen communiceren. Naast de standaard opties om aan de zoekmachine optimalisatie te doen, de SEO en de SEA, kan je ook online marketing tools gaan gebruiken eigenlijk in koppeling met je shop. Heel specifiek nu in de coronacrisis die we toch allemaal meemaken, merken we dat dit mogelijk wel een extra drijfveer kan zijn voor handelaren om toch op die kar van e-commerce te springen. We bieden ook sedert 13 maart de bouw van de shop gratis aan de handelaren die willen starten met e-commerce of die hun zaak die tijdelijk gesloten is toch nog wat levendig willen houden door een webshop. Heel concreet. Kan via de website een formulier ingevuld worden om deelname te gaan bevestigen. Dan nemen wij contact met jullie op en configureren we eigenlijk samen met de developer uw webshop. Daarna krijg je een gratis handleiding en dergelijke. Blijf je in contact met onze developers en leren jullie hoe je later zelf je shop kan gaan onderhouden. Uiteraard zit daar ook een standaard bezorg- en of afvalfunctie in die shop. En is ook de betaalmodule geïntegreerd, zodat je meteen aan de slag kan gaan. Deze actie werd trouwens deze week verlengd tot 31 mei. En op basis van de maatregelen van de overheid wordt die einddatum eigenlijk opnieuw geëvalueerd. En na de periode dan kan wie dat wil verder stappen in de maandelijkse abonnementsformule of kosteloos de shop opzeggen. Tot die periode betaal je als handelaar enkel de geslaagde transacties. Want gratis is nooit helemaal gratis. Maar behalve de transacties betaal je dus geen kosten. Zeker tot 31 mei. En nadien kan je van dezelfde service genieten als deze die we geven op de betaalterminals. En ben je voor al je transacties en je webshop op één adres geholpen. Voor alle duidelijkheid zijn handelaren die al een webshop of een website hebben ook welkom bij ons. Die kunnen uiteraard ook de online betaalmodule van CCV gaan integreren als betaaloplossing. Hiervoor beschikken wij over plugins voor de meeste gekende e-commerce platformen of kan de PSP ook via API geïntegreerd worden. Misschien is het ook handig om nog mee te geven dat onze PSP ook standaard de optie Pay by Link aanbiedt. Je kan met andere woorden bij een digitale factuur ook een betaling gaan meesturen, zodat jouw klant meteen kan betalen in plaats van bijvoorbeeld een overschrijving te gaan doen.
En ook hier, voor het stukje online betalingen, hebben wij geen abonnementskosten. Enkel geslaagde transacties die in aanleiding en in rekening gebracht worden. En wordt bruto uitbetaald. Wat niet alledaags is voor online betalingen. Nu dat we hier toch met allemaal korter examen bezig zijn, kunnen we het beter ook eens hebben over onze mooie voetbalclub, KV Kortrijk. Misschien ben ik dan zelf als voetballiefhebber iets te veel betrokken partij, maar onze kerels doen het wel goed op vele vlakken. Niet alleen sportief, maar ook extra sportief. Het is heel fijn om te zien hoe dat onze qua budget toch bescheiden club op vlak van community building heel goed bezig is. Zoals Jotte daarnet ook aangaf, hoef je niet meteen naar heel de wereld te schieten met uw bedrijf. Maar is het toch ook van belang om lokale verankering te hebben, om een goede community te hebben. Heb je van jullie al eens in het stadion is geweest en al eens een pintje of een hamburger besteld, heeft wellicht ook al eens betaald met de KVK fancard. Of met zijn bankkaart, want inderdaad, daar geen gedoe om als bezoekende supporter een fankaart van de tegenstander te kopen, want wie wil dat? Of niet opnieuw aanschuiven in de rij als je saldo net niet voldoende is om die extra hamburger af te rekenen. CCV was ook de eerste speler op de markt die het voor elkaar heeft gekregen om deze hybride betaling mogelijk te maken. Wij hebben dat gedaan in nauwe samenwerking met een kassapartner. En zo is KV Kortrijk samen met OHA Leuven onder andere een van de profclubs die al onze diensten gebruikt voor alles wat betreft payment. Dus zowel voor de online ticketverkoop, het opwaarderen, het afwaarderen van de fancards in de app, als de cafetaria's, de bars, de merchandising. Het wordt eigenlijk allemaal afgerekend via CCV. Dat is heel belangrijk. Dat zijn ook mooie partners die echt de toegevoegde waarde van één aanspreekpunt voor alles van payment echt waarderen. En het toont aan dat wij ook met CCV buiten de KMO-markt ambitieus zijn en ook onze verdere ontwikkelingen en partnerships eigenlijk gaan afstemmen op de vragen ook van organisaties als deze. Payment wordt wel eens vaker als vijfde P genoemd in de marketingmix. Het is dus wel effectief van belang om even te kunnen stilstaan bij het belang van een goede betaaloplossing. Wij willen eigenlijk als payment solution provider niet alleen alle mogelijke betaalmethodes kunnen aanbieden. We willen er ook voor zorgen dat de deurbel van de fysieke winkel blijft rinkelen. En dat onze klanten, de handelaren, connectie blijven hebben met hun klanten dan, de consument. Nu, ik hoop dat jullie op die manier een goed of een beter beeld hebben van wat wij doen met CCV. Ik nodig jullie ook van harte uit om ons als bedrijf ook te volgen op sociale media. Je zal zien dat heel vaak tips en tricks gepubliceerd worden op Facebook, op LinkedIn, ook op Instagram. Contacteer mij gerust ook na de webinar of hier straks aan het eind voor vragen of opmerkingen. Dan rest mij nog jullie te danken voor jullie luisterbereidheid. En dan hoop ik samen met jullie dat we heel snel uit ons kot mogen om lokaal te kunnen shoppen. Ik heb een drietal vragen. Het is niet specifiek aan één van beide sprekers. Bedankt trouwens voor deze webinar. In eerste instantie is het een zeer praktische vraag. Je drukt stukt wat Jotte vertelde. Namelijk die optie om zo'n Facebook-chat te plaatsen op een website. Ja. Of dat je dat gewoon zomaar kan doen, of dat je daar iets speciaals moet voor doen. Hangt er deels vanaf op welke software uw website gebouwd is. Wij werken samen met WordPress, eigenlijk voor de meeste websites te bouwen. En die werken samen met plugins. En dat is eigenlijk een simpele plugin dat je gaat downloaden op je website. En zelf kun je van daaruit dan de instellingen gaan bewerken.
als je concreet wil weten wat dat voor uw website kan, dat kan ook met een code dat je gaat embedden. Maar wij geven dus zeker de voorkeur aan gewoon die plugin. Op die manier kun je eigenlijk zeer makkelijk zonder te coderen gratis die plugin gaan downloaden op je website. En eigenlijk ook zowel teksten op voorhand te gaan weergeven. Bijvoorbeeld, hoe kunnen wij je helpen met de maat? Of heeft u een vraag daar of daarover? Laat het ons gerust weten. Dus ja, dat is ook een van de vele redenen omdat wij graag met WordPress werken, is omdat het toelaat om plugins zoals een Messenger chat van Facebook makkelijk te gaan linken. Ja. Maar zoals Stijn ook aangaf, zijn heel wat systemen nu gebouwd op een goede integratie, ook de CCD-webshop laat Facebook-integratie toe. Dat zou relatief makkelijk moeten zijn. Hoe dat precies kan voor uw website, dat zou ik eens moeten zien, afhankelijk van uw website. Ja, maar de website is door CCV Short, dus ik denk dat daarvoor de goede mensen hebben in om dat te vragen. Stijn, ik heb je al toegevoegd op LinkedIn trouwens, dus ik zal daar dan misschien verder die vraag stellen. Ja, dat kan heel graag. Ikzelf ben niet de grootste techneut, maar ik kan jullie wel heel snel in contact brengen met de juiste mensen daarvoor. Ja, oké, top, merci. Een tweede vraag is, wat Jotte zei in verband met de videocontent. Dus volledig akkoord dat we volledig overstappen naar zo'n videocontent, dat ontzettend behapbaar is. Maar ik bedenk soms af en toe een keer van ja, is het niet verkeerd als je Facebook en Instagram uiteindelijk alleen maar gebruikt om nog videomateriaal te plaatsen en niet meer de foto's? Is er daar ergens een richtlijn, ja, richtlijn zal het niet zijn, maar ergens een advies van de verdeling tussen enerzijds posts waarmee je nog foto's gebruikt en anderzijds posts waarmee je videomateriaal gebruikt? Of zeggen jullie van het is hoe meer video's hoe beter en eigenlijk afstappen van foto's? Wat is jullie advies daarover of jullie mening daarover? Ik had daar geen gouden regel voor bestaan. Natuurlijk, ik ben zelf geen marketing-expert. Daar komen ook nog webinars over. Maar in een recent blogbericht dat we hebben gepubliceerd over S-commerce, dat is eigenlijk social media commerce of verkopen via social media, geven we de boodschap om je content te maken die de waarde van je product versterkt zonder daar prijs bij te betrekken. Dus stel dat jij een kledingwinkel zijt, dat dan afhangen hoeveel video's en hoeveel andere content je daarover verspreidt, afhangen van je product natuurlijk. Bijvoorbeeld één product over de levering, maar dan ook een product over dat je de persoonlijke kaartjes ontwerpt en afprint en invult voor de klanten en zo verder. En dat dan bovendien ook afhangt van welk sociale media platform je gebruikt. TikTok-filmpjes zijn het zeer handig voor korte tips en tricks en korte ludiekere inzichten, terwijl Instagram de TV dan wel handiger is voor reportages en Facebook dan eigenlijk best is om algemeen mensen aan te trekken met bijvoorbeeld promovideo's of leuke geanimeerde video's. Meer en exacter info zou ik zo verwijzen naar experts, onder andere Anjo, die er ook is. Maar ook de marketingbijbel die je had hebben vanuit Hangar K is een zeer goed boek om eigenlijk zelf met marketing aan de slag te gaan. Maar een gouden regel, goh, dat weet ik niet direct. Maar inderdaad, ik denk dat sowieso we kunnen akkoord gaan dat videocontent wel iets heel makkelijk is om te doen. En misschien een vraag om zeker alvast mee te nemen naar de webinar die specifiek gericht is rond videocontent. Ja, oké, zowel. En een laatste vraag of bedenking dat ik bij het verhaal heb, kwam ervoor toen dat Stijn bezig was. Dus Stijn zei daar ook letterlijk van ja, er is nog heel veel ruimte om extra e-commerce te creëren in Vlaanderen en België. Maar hoe verklaren jullie dan die ondergang van het initiatief StoreSquare? Want dat was toch ergens een poging om de concurrentie aan te halen met een Bol of een Zalando? Maar dat verhaal is toch eigenlijk heeft toch een stille dood ondergaan, dat project. Hoe kan dat dan, dat niet is gelukt? Dat klopt, dat het juiste antwoord heb ik daar zelf niet op. Of het enige antwoord heb ik daar zelf niet op. Het heeft waarschijnlijk heel veel te maken met heel veel centen. Het is vaak moeilijk om te concurreren tegen de bol.coms en de Amazons. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt.
tussen wat je wat de snelle groeiers zijn en wat de mensen zijn die het als alternatief proberen. Ja, maar vind ik persoonlijk wel jammer dat ja. Allee, uiteindelijk StoreSquare had de bedoeling om lokale ondernemers ook een beetje te verzamelen. Ja. Om zo samen met vele kleine krachten door een klein beetje deelwerk te bieden aan de grote spelers dan. En ergens is toch gebleken dat die samenwerking tussen die kleine lokale handelaars dat niet werkt. Hè? Dat in feite ja, iedereen weer aangewezen is. Tot zijn eigen verhaal. Hè. Als er hier nu een tiental mensen zitten met een bedrijf, moeten ze het 10 keer op een eigen manier gaan aanpakken. Waarbij je dan denkt, van, het is toch jammer dat er niet op grotere schaal, misschien vanuit Kortrijk dan bijvoorbeeld, zoiets wordt gedaan. Dus ik was zeer verheugd omdat ik zag op de website, het is van hier.be, dat er daar wel nu 66 handelaars in zitten. Die nu open zijn in coronatijden, dat vind ik op zich een mooie manier om die lokale handelaars ergens te verzamelen op één platform. En het is jammer dat met StoreSquare niet gelukt is. Ja, het is inderdaad ook een beetje wat je zelf aangeeft. Er zijn heel veel lokale initiatieven die ontstaan. Zeker ook nu in tijden van corona is het zo dat heel veel lokale initiatieven ontstaan. Zo bijvoorbeeld, het is van hier. Je hebt ook Belgische webshops.be, geloof ik. Unizo probeert het ook met winkel hieren. Maar in België is er weinig nationaal draagvlak, zeg maar, om dat eigenlijk te gaan veralgemenen. Mm-hmm. Waar bol.com er wel in slaagt om naar voren te komen als de winkel van iedereen. Is het heel moeilijk in België om dat ondersteund te krijgen op hoger vlak. Je geeft het zelf ook aan. Zou het dan niet mogelijk zijn om dat wat groter te zien en om dan alles te kunnen gaan bundelen op grotere schaal? Daar moet wel degelijk draagvlak voor zijn vanuit een breder perspectief. Mm-hmm. Als elke community, zoals het is van hier, lokale webshops gaat promoten en gaat samenbrengen, dan is dat heel leuk. Maar het is dan effectief nog eens aan alle lokale handelaren om zich op elk platform dan te gaan aansluiten, om dan ook terug overal aanwezig te zijn. En om dan overal die content te brengen, want daar gaat het ook over. Je kan een mooi platform bouwen en je kan daar handelaren op aansluiten, maar als daar dan verder niks mee gebeurt, ja, dan staan die winkels daar ook maar te staan. En als daar geen beweging in zit en geen verhaal rond verteld wordt, dan is het heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, ik kan me inbeelden dat voor bepaalde starters die daar echt van nul moeten beginnen, dat iets overweldigends moet zijn om daar zelf je weg in te vinden. Dus ik zou echt het initiatief van Tess van hier en het feit dat jullie daar nu een soort van verzamelplek hebben op jullie site, echt willen ondersteunen en zeggen van kijk, ga er alsjeblieft mee verder en probeer ergens iets op vlak van de regio Kortrijk, daar echt ja, een soort van platform te bieden waarin je kennis kan uitwisselen. Hè. Dus in feite een oproep om tesvanier.be om dat echt nog breder te gaan proberen bekendmaken. Want het is nu absoluut nog niet bekend genoeg. Hè. Als je kijkt naar het aantal participants hier, we zitten dan 12 voor een aantal jullie erbij zitten. Dus dan denk ik dat het nog heel veel werk is om jullie naamsbekendheid ook te krijgen, waardoor dat elke handelaar op zich wel een stukje kan versterkt worden bij dit verhaal. Zeer interessante opmerking. Nu, als ik zelf nog even mag terugkeren op StoreSquare, denk ik dat terug wel aanleunt met het verhaal over de vissen. Je mag niet direct een nieuwe bol.com proberen op te starten in België. 1, we zijn er nog niet klaar voor. 2, e-commerce is nog steeds minder populair hier dan in Nederland. Mm-hmm. En nu, met het is van hier, hebben we ook echt gekeken in het begin om mee te doen, enkel te informeren of niet eventueel een soort dropshipping, want dat is wat dat bol.com is. Gewoon een platform waar handelaars makkelijk op kunnen inpluggen, te gaan ontwikkelen voor Kortrijk. Het probleem daarbij is dat heel wat werk vraagt. Voorlopig worden nu bij het van hier de lokale handelaars telkens handmatig toegevoegd aan het overzicht. En mocht je vergeten dat doordat het een vrijwillig initiatief is en iedereen het heel druk heeft nu en iedereen is zodanig gericht nu op zijn eigen bedrijf of merk of goed door de storm te leiden,
dat er niet altijd evident is om makkelijk te verwachten dat veel mensen nu tijd vrijmaken voor zelf platforms zoals testvanhier.be en er gewoon zijn om mensen te helpen. Mm-hmm. Maar sowieso is de vraag van, is er niet een of andere manier om al die handelaars onder de webshop te helpen? Is dat zeker, maar ik denk dat ook hier het belang van lokale freelancers en webbureaus te ondersteunen. Want ik denk dat ook een van de redenen waarom dat StoreScore misschien minder gelukt is, of niet gelukt is eigenlijk, is omdat ook vaak heel lokale handelaars nog heel koppig zijn als het aankomt op online verkopen. En als ze dat dan doen, die versamenwerken met iemand dat ze kennen, met iemand dat ze via kunnen bereiken en makkelijk face-to-face en op maat eigenlijk zo volledig gaan kunnen werken. Maar om antwoord te geven op kunnen we nog meer doen? Er is iemand, een student ook, die buurtwinkel op aan het richten is. En dat is een platform waar handelaars ook maandelijks zich op gaan kunnen inschrijven om daar ook een product op te verkopen. Wat mij ook een zeer goed alternatief lijkt. Ja, absoluut. Ja. Maar bedankt voor je opmerking en je was zeer terecht. Merci voor je vragen. Ja, ja, plezier. Bedankt. Het kan ook, om daar nog heel kort op terug te komen, het zou ook wel kunnen zijn dat het een beetje in de aard van het beestje ligt. Laat ons zeggen dat een Vlaming vaak geneigd zal zijn om even voor zijn eigen brok te gaan vechten, vooraleer dat hij het deelt met heel veel anderen. Nederlanders zijn daar toch een stuk opener in en gaan sneller het voordeel zien als ze samen sterker kunnen zijn, laat ons zeggen, ja. gaan ze sneller, zonder veel na te denken, ergens voor gaan. Waar dan een Belg dan toch iets terughoudender gaat zijn en iets minder opportunistisch gaat zijn. En dat is niet zo omdat dat in onze aard ligt, maar ik denk dat gewoon historisch zo is. België is traditioneel een productieland. Nederland is een land van traders die rijk geworden zijn door te kopen en te verkopen. En wij Belgen zijn dan iets vaker geneigd om zelf iets te gaan creëren en er meerwaarde aan te geven. Ja, ik denk dat daar ook wel een stuk van het antwoord moet in gezocht worden. Maar ik ben helemaal akkoord dat het veel plezanter is om samen dingen op poten te zetten. En dat het leuker is om samen iets groters te gaan bereiken dan dat we met 28 platformen hetzelfde willen doen. Ja, voilà, dat was eigenlijk inderdaad mijn boodschap. Oké, salam, dank u wel. Merci. Stijn, Jotte, bedankt vanuit HRK, vanuit Het Van Hier voor zeer interessante topics die jullie gebracht hebben. Ik hoop dat het voor iedereen ook even interessant was. Ik vond het ook zeer interessant dat er op het einde nog een interessante discussie kwam. Ik heb ook onlangs contact gehad met de mensen van Rolerta over webshops en over platformen. En ik geloof dat ze ook nog bezig zijn met iets. Niet StoreScore terug online zetten, maar met nieuwe initiatieven. Dus hopelijk horen we daar ook nog iets over in de toekomst. Dikke merci, allebei. Mensen die aanwezig waren, bedankt voor jullie aandacht. En we horen of zien elkaar terug nu donderdag voor een nieuwe sessie over online sales gaan doen. Tot binnenkort. Dank u wel.